De meeste bezoekers van het Koningsdagfeest bij Eetcafé Pandarve in Zeist waren hier al naar huis. Want met meer dan 2000 bezoekers was het vorig jaar erg druk. Volgens de gemeente was het meer geluk dan wijsheid dat alles goed verliep. En daarom kwamen ze dit jaar met strengere eisen. De nieuwe eisen waren dat we vanaf het begin tot eind 4 beveiligers moesten hebben. En vooral dat we de straat moesten afsluiten met hoge hekken. Ja, daarmee gaat de toegankelijkheid verloren in onze ogen. En dus besloot Ton het feest helemaal niet door te laten gaan. Na een gesprek met de wethouder kwamen ze tot een compromis. Wel een feest, maar geen podium. Ja, dat is wel echt jammer. En op het laatste moment de bands afzeggen, maar ook de muziekschool die daar ook naartoe werd en naar uitkijkt, dat was echt jammer. Desondanks heeft Ton vertrouwen in een mooi feest op Koningsdag. Ik denk dat het net zo gezellig wordt en dat er evenveel mensen zijn als voorgaande jaren. En dat iedereen extra gemotiveerd is om te laten zien dat je prima met een grote groep bij elkaar kan zijn, zonder dat het heel onveilig wordt. Allemaal bedankt!